is wakker worden met Carrie. Ik ben net uit mijn bed gerold en het is weer zover. Het is tijd om naar de sportschool te gaan. Het waait super hard, zou je me dan wel horen? Zo, even stop. Wat ik net zei, is dat het dus tijd is om weer naar de sportschool te gaan. En daar ben ik natuurlijk eventjes niet geweest, omdat ik op vakantie ben geweest. En op een hele luie vakantie. Dus ik zie er eigenlijk een beetje tegenop om opeens weer te gaan sporten en zweten. En misschien herken je dat wel, maar nu ben ik echt bang dat ik al mijn kracht en energie en zo kwijt ben. En dat ik weer helemaal op nul begin. Het zal vast niet zo zijn, maar wel. Je hebt altijd wel weer eventjes 3 dagen nodig om op gang te komen. Wat ik heel leuk vind trouwens, is dat het mijn eerste workout van het jaar is dat ik in mijn korte broek ga doen. Eigenlijk had ik het liefst buiten gesport, maar daar is het te warm voor. Want het wordt vandaag weer tropisch warm. Dus ik ga gewoon lekker naar de sportschool. Lekker op de fiets. Lekker wakker worden. En goed de week beginnen. How much water to kill a fire? How many lows can take you higher? The only road to your desire. Ik zit op mijn rug, mijn hele shirt is nat. Ik was echt na 1 minuut al super blij dat ik er was. Maar het is niet om over naar huis te schrijven. Ik heb mijn post-workout meal gemaakt. En daar ben ik van aan het genieten in onze nieuwe zelfbedachte beachclub. Het was zo warm de afgelopen dagen dat Danny en ik super graag een beetje water wilden en een beetje zwembad idee-achtig. En toen zijn we gewoon naar de Intertoys en de Kruidvat en de Xenos en al die winkels afgegaan. Net zolang tot we het perfecte zwembad hadden wat net paste op ons in die mini balkon. En het opbouwen dat ging ongeveer zo. Hele feestje, onze Buffalo Beach Club. En als je hier met z'n tweeën bent, dan is het al volle bak. Super gezellig. We hadden gisteren muziekje aangedaan. We hadden pizza's erbij besteld. We hadden helemaal chill met z'n tweeën, maar nu zit ik dus wel met het zwembad opgescheept. Dus ik hoop dat de komende dagen nog mooi weer wordt en dat we er nog een beetje van kunnen genieten. Een zwembad met 2 sterren. Goedemorgen, het is dinsdag en ik heb me een klein beetje verslapen. Vandaar het blote billen gezicht, want ik had namelijk wel afgesproken. Dus ik moest gewoon de deur uit met Shanna. We gaan namelijk vandaag fietsen naar kantoor. Het is overigens mijn allereerste dag weer naar het Foodiness kantoor sinds mijn vakantie. Dus daar heb ik eigenlijk wel heel erg veel zin in. En ik heb vandaag toch geen afspraken, dus ik dacht, ik doe gewoon lekker een beetje een staart in, blote billen gezicht. Ik heb zelfs de trui van Danny aan, lekker chill. Niemand die me vandaag ziet op kantoor en ik hoop dat ik me nog een klein beetje kan verschuilen achter mijn kleine kleurtje die er nog een beetje op zit. Zijn we weer. Dagje fiets naar het kantoor is 20 kilometer fietsen voor mij. Dus ik heb wel een goed bordje pudding verdiend. Smart wraps van Body & Fit met chiazaadjes, groente, eitje en kipfilet. Ik zit even lekker in de schaduw op een bankje nadat ik net 2 rondjes Oosterpark heb gerend. En dat is niet veel, maar dat is voor mij echt heel veel.
Als ik me bedenk dat ik vorige zomer gewoon niet langer dan 2 minuten kon rennen vanwege de pijn aan deze knie. Ik werd vanochtend wakker en het zonnetje scheen weer, want het was gisteren niet zo. En ik dacht, nou, ik ga er gewoon voor. Als ik hier een rondje hardloop, dan word ik zo gelukkig, kan ik zo van genieten. Zie ik de eendjes in het water en andere mensen die aan het hardlopen zijn of hun hondje aan het uitlaten. Mensen die lekker blij en gelukkig op de fiets hier doorheen fietsen. Echt allemaal van die happy feelings, zomer feelings die ik hier zo bij elkaar zie komen in dit mooie park. Dus dit was echt heerlijk wakker worden. Dus ik ging nu even op adem komen en dit aan jullie vertellen. En dan ga ik zo meteen uitlopen naar huis toe. Laatste stukje, nog even lekker ontspannen. En dan heb ik zo meteen weer mijn belletje met 100% NL. Zoals jullie weten, elke donderdagochtend ben ik op de radio en de ochtendshow van Lars. En dan beantwoord ik dus een vraag van iemand. En door mijn vakantie is het alweer eventjes geleden. Dus ik heb er heel veel zin in om ze weer te spreken en een vraag van een luisteraar te beantwoorden. En dan ga ik vandaag werken en dan ga ik vanmiddag iets heel erg leuks doen. En het heeft te maken met de stage van Anouk. Zoals jullie weten loopt Anouk stage bij Foodiness en haar stage loopt bijna af. Ze heeft een afstudeerstage gedaan voor de scriptie. En vandaag is de posterpresentatie op haar school. Hier op het HVA bij de Wieboudstraat. Dus dat is heel dichtbij voor mij. En daar mag ik als stagebedrijf, begeleider, of hoe je dat ook moet noemen, weet ik eigenlijk niet, mag ik daarbij zijn. Het is echt super bijzonder en ik ben sowieso onwijs trots op Anouk. Het is een onwijs lieve meid en ze is een aanwinst geweest voor het Foodiness team. En ik ben ook stiekem heel erg blij dat ik kan verklappen dat Anouk blijft bij Foodiness. Ja, ja, ja. Dat betekent overigens dat er weer een nieuw stageplekje vrijkomt. En heel leuk plekje. Daar ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. En mocht je nou geïnteresseerd zijn of binnenkort op zoek zijn naar een stageplekje bij het superleuke Foodiness, moet je zeker even social media in de gaten houden. Gelukkig ben ik mijn hooikoortspray niet vergeten. Anders kan ik hier echt niet lopen. Ja, daar moeten we zijn. 7A, 18, 16. Hallo, die kant op? Oké, dank u wel. Het was echt heel erg leuk. Ik ben echt super trots op Anouk. Ik heb de scriptiebegeleider ook nog even gesproken. En ik heb de ouders ontmoet. Helemaal leuk. Nu ga ik terug naar huis fietsen en denk ik dat we zo meteen, ik ga gewoon even een stukje tegen de richting in hoor, en dan gaan we lekker eten. Wow, de trein was geknald. Volgens mij ligt Danny in onze Buffalo Beach Club. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Het is super zonnig vandaag. Ik sta bij het Pulitzer Hotel voor de deur. Ik ga namelijk vandaag shooten voor United Wardrobe. En dat gaan we hier doen bij het Pulitzer Hotel. Hier hebben we een super mooie hotelkamer tot onze beschikking. En we gaan iets heel leuks doen. Zij hebben mij namelijk gevraagd of ik het leuk vind om mijn kledingkast op te ruimen. En al die kledingstukken, schoenen, sieraden, hoedjes online aan te bieden. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Want ik krijg gelukkig heel vaak leuke opmerkingen dat jullie bepaalde kledingstukken leuk vinden. Of waar ik het hoedje vandaan heb of waar je de schoenen kan halen. Nou, die kan je dan straks misschien dus wel vinden op United Wardrobe voor een prikkie. Ga naar binnen. Dan gaan we wat mooie lookjes erop zetten in het zonnige weertje in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Hele tas vol met spullen van Carrie. Oh, valt er wel mee? Ja. Ja, we hebben ze groot, hè? Oh,
Leuk. Nou, dat gaat helemaal lukken hoor. Ja, ik denk dat ik gewoon op dit bed gewoon alle setjes ga sorteren. En oké, alrighty. Nou, gaan we dan. Nou, dit is Kirsten en Kirsten gaat dit allemaal en mij er een beetje knap opzetten vandaag. Het is best wel veel en zoals je ziet zijn heel veel dingetjes nog met prijskaartjes. Dus let op jongens. United Wardrobe in de gaten houden. Ah, ik heb honger. Super honger. Ik had dus niets meer thuis om te preppen. En ik wist al lang dat ik super honger zou hebben als we klaar zouden zijn. Dus ik heb bij de Albert Heijn zo'n bakje gehaald. Misschien ken je die wel. En die ben ik nu even aan het oppeuzelen. Kirsten is al weg. Die had onwijze haast. Dus die is net snel weggerend. Ik ga dit nog even rustig hier opeten. We hebben alles geshoot. En Kirsten heeft alles meegenomen. En dat gaat dus nu naar United Wardrobe. En die gaan alles online zetten. En dan komt er een eigen Carolina of Foodiness account. Waar je dus alles kan shoppen. En zij verpakken het helemaal netjes. En verzenden het dus naar je. Omdat we dus een beetje haast hadden. Kon ik ook niet vloggen tijdens het shooten. Of jullie alvast wat fotootjes laten zien. Maar ik ga het op Instagram posten. Dus hou dat in de gaten als je dat leuk vindt. Oké, ik ga dit opeten. En dan ga ik verder. Super grappig trouwens. Deze muur hier buiten. Hebben ze allemaal fietsen opgehangen. Die hier in de grachten gevonden zijn in Amsterdam. Ik ga even laten zien. Helemaal tot ver naar boven. We gaan nu ergens eten en het is eigenlijk een soort pre-party van de Foodiness Meet. Ga je met de lift? Ja, graag. Misschien heeft mijn vlogkamer geen bereik. Ik ga met de trap. We hebben een soort pre-party van de Foodiness Meet and Eat die volgende week plaatsvindt. Volgende week vrijdagavond is de allereerste Foodiness editie die in de avond plaatsvindt. En normaal eten we natuurlijk met de yoghurtjes van de Yogurt Barn. Maar dat hoort niet echt bij een avondfeestje. Dus Mastino Pizza uit Amsterdam. Die verzorgt alle pizza's voor die avond. En zij zijn de enige in Amsterdam die organic, raw, vegan, glutenvrij, lactosevrij pizza's maken. Gezonder vind je ze niet. Dus ik vind het echt super leuk dat zij partner zijn van de Foodiness Meet & Eat Tour. En wij zijn voor vanavond uitgenodigd om een hapje te komen eten. En dan mag ik alvast de pizza's proeven. Dus we gaan nu naar de pijp en daar zit Mastino. Prep, prep. Ik heb het fout gezegd net. We hadden dus niet gereserveerd bij Mastino in de pijp, maar bij Mastino V van Vegan op de Bilderdijkstraat. Dus gelukkig zijn we met de scooter, want het is echt een heel stuk verder. Maar dit is het. Mastino V en het is net open. We hebben een primeurtje. Pizza's! Oh, ze hebben zelfs cheesecake glutenvrij! Oh, so good! Gluten-free. All the cakes are gluten-free. Okay. Yeah. Yeah, she's got. She called me. Thank you very much. Dit is de quattro formaggi, helemaal vegan en de veggie vegan. En ik had net vergist, want ze zijn niet alleen de enige glutenvrije pizzeria in Amsterdam, maar ook in heel Hollandia. Zo lekker.
Dit wordt echt super leuk. Ik krijg super volle mond. Ik mag niet van mijn moeder praten met volle mond. Volgende week de meet and eat. We hebben alleen maar van deze pizza's over de hele tafel. Voor iedereen, al die dozen. En dan kunnen we leuk delen en alle smaakjes proeven. En we hebben toetjes erbij. Dus als je nog geen kaartje hebt, er zijn volgens mij nog 3 plekjes vrij. Dus als je denkt, ik wil erbij zijn, ik wil dit proeven. En je wil een leuke masterclass voor mij bijwonen. En met een super coole goodiebag naar huis. En super leuke meiden ontmoeten. Allemaal in de boxen en nog veel meer. Dan moet je even naar www.foodiness.com om je kaartje te halen. Glittervrije cheesecake. Nou, dit moet je natuurlijk proberen. Apart gewoon, het is heel anders. Maar wel lekker. Maar lekker wel. Oh, die bonen is lekker. You like it? Ja. Vrijdagochtend en we gaan sporten. Het is zaterdagochtend en ik werd net mijn bed uitgebeld omdat de postbezorger een pakketje kwam brengen. En dan dacht ik, ik ga dit eventjes uitpakken met jullie erbij. Dit ziet er zo leuk uit. Helemaal met een strikje. Wat is dit voor verrassing? Oh jee. Carrie is verwend hoor. Oh, Adidas, leg maar even in de watt, hé. Jeetje, een sport BH. Een mooie witte top. En een broekje. Oh, en deze. Jeetje, wat is dit leuk wakker worden. Ik was trouwens net eventjes op mijn telefoon Top Chef Academy terug aan het kijken. Want dit was gisteravond op tv. En zoals je ziet waren er allemaal fit girls op visite. En ik kreeg allemaal berichtjes dat mensen mij gelukkig hadden gezien. En ik had het zelf niet gezien. Dus ik denk, ik ga het eens eventjes terugkijken. Hebben jullie het gisteren wel gezien? En wat vonden jullie ervan? Ah, ik moet echt mijn hooikoortspray nemen. Kijk, ze staan. Alle fit girls op een rij. Het gaat wel een vrij stelling, weet je wel. Dus het moet gewoon een 10 zijn. Ja, niet gewoon een 4 met groenten. Oké, wie gingen er goed voor in de best? Londen. De beste. Ja. En wat vonden we dan het beste bordje? Ja, ik vond het wel leuk. Falafel of quesadilla, denk ik dat die top 3 Ja, dat is die 3. De jury komt. Nou. Jeetje. Ik ga het even afkijken en ontbijten, want ik krijg hier honger van deze beelden. Ik ben weer lekker bezig geweest. En het zit erop. Mijn hele vloer ligt weer vol met goodiebags. Ik heb alle goodiebags voor de Foodiness Meet and Eat alvast ingepakt. Tenminste, bijna ingepakt, want ik heb alles uitgestald. Dus vandaar ook deze bende met dozen. En alles ligt nu hier op de grond. En ik dacht, ik ga het gewoon even vloggen, want als deze vlog online komt, dan kan je nog een kaartje kopen om bij de Foodiness Meet and Eat van volgende week vrijdagavond 9 juni te zijn met die lekkere pizza's die je net zag. Dus ik denk, ik ga jullie gewoon een sneak peek geven van alles wat in de super awesome Foodiness goodie bag zit. Daar gaan we. Nou, we hebben een Happy in Shape. Met de prachtige Khloe Kardashian erop. We hebben de Workout Log van Body & Fit. Het is echt een super handig boekje om al je progressie bij te houden. We hebben de nieuwe Smart Squeeze Protein Pudding van de Body & Fit. En die is zo lekker dat ik er daar 2 van bij heb gedaan in elke goodie bag. We hebben de heerlijke nootjes van Nuts About Nature. Verschillende smaakjes. Een shopping voucher van Mode Must Haves. De bidon van Mode Must Haves. This could be vodka. Ja, echt super fijn. Het hele Foodiness team loopt daar ook mee. Een crunchy smart bar. Nog een bidon voor het sporten. De vegan multi van Body & Fit. Dus we blijven helemaal in het vegan thema. Deze Foodiness Meet & Eat. De heerlijke protein chippies van Protes. En de heerlijke Smart Protein. En not but not least. Dit is een shopping voucher van Zalando. Vet cool. Dus dan kan je ook nog eens thuis gaan shoppen. En wat er dan ook nog bij komt is een flesje van Naturalicious. Maar die liggen nu in mijn vriezer. Dus die kan ik nog niet laten zien. En je krijgt natuurlijk op de dag zelf het Foodiness boek om healthy te gaan eten. Ik ga dit nu in de tasjes doen.
En dan ga ik de tasjes klaarzetten. En die ga ik dan volgende week naar de Hoxton brengen. Dan staat dat er maar vast. En dan ga ik zo meteen al deze dozen wegbrengen. Yay! Je moet jezelf wel een beetje gemakkelijk maken natuurlijk. Eet smakelijk! Dat zit er weer op. Ik ben weer in het Oosterpark. Binnen. Op een of andere manier voelen zondag workouts altijd als extra of zo. Alsof ik echt nog een extra winstpakkertje had of zoiets. Voordat ik de vlog ga afsluiten, wilde ik nog een heel gekke gedachte met jullie delen. Jullie kijken nu naar vlog 40. En toen was ik van de week met een vriendinnetje aan het praten, want haar zusje is zwanger. En toen opeens kwam ik tot het besef dat een zwangerschap 40 weken duurt. Dus dat zijn 40 weekvlogs. Dus dat is zo lang als dat ik nu vlog. Huh. Opeens, toen ik dat besefte, dat kwam, dat dacht ik, dit lijkt wel een eeuwigheid. Ik heb het gevoel dat ik al zo lang vlog. En dat is dus gewoon hoe lang vrouwen zwanger zijn, in ieder geval. Of ietsjes korter of ietsjes langer, maar plus minus. Die gedachte wilde ik even met jullie delen. En daar hoef ik helemaal niks mee te doen. En dan ga ik nu de vlog afsluiten. Ik ga nu weer terug naar huis lopen. En lekker van deze eerste Pinksterdag genieten. En dan is het morgen tweede Pinksterdag. En dan neem ik lekker vrij. Vrij van foodiness, vrij van vloggen. Vrij van alles. Lekker leuke dingen doen. En dan ben ik er dinsdag weer voor een nieuwe weekvlog. Volgende week wordt lang. Volgende week wordt druk. Volgende week wordt spannend. Heel erg leuk. En ik kan niet wachten om jullie mee te nemen. Want er is één ding in specifiek waar ik echt al maanden mijn mond over hou. En dat ik het eindelijk mag vertellen. Volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag. Dus als je nu nieuwsgierig bent, moet je zeker even kijken en abonneren op mijn YouTube kanaal. Duimpjes en berichtjes zou ik hartstikke lief vinden. Ik wens je een hele fijne dag. Ik wil je bedanken voor het kijken. En groetjes van mij. Doeg!